koekoek. 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 Hoi. Dit is Wakker Worden met Aard. Leuk dat je weer kijkt. En ik wilde even illustreren dat ik gewoon af en toe langskom om een leuk verhaal te vertellen. Met hopelijk ook hier en daar nog wat inhoud. En af en toe ben ik er niet. Meer is het niet en meer moet je er ook niet van maken, denk ik. Kijk, ik merk... kijk, wat ik doe, hè, nog een keer, want ik heb even de behoefte om te duiden wat ik precies doe in het kader van verwachtingsmanagement. Kijk, ik volg het nieuws en ik volg het nieuws op verschillende manieren. Ik heb misschien de tijd om het nieuws wat uitgebreid te volgen en daar denk ik natuurlijk over na. En wat ik eigenlijk sinds een tijdje doe, is dat ik af en toe mijn mening ventileer via een filmpje. En we zitten natuurlijk best in een zware tijd. Er gebeuren ernstige dingen. En ik probeer dat met een beetje luchtigheid te ventileren, zal ik maar zeggen. Dat we wel met z'n allen op de hoogte blijven, maar dat er ook nog wat luchtigheid in blijft zitten. Ik merk in toenemende mate dat soms mensen laat ik het even zeggen in het algemeen, dat we er een soort van, hoe moet ik het nou zeggen? Dat we er een soort van hogere wiskunde van maken, of dat we er een soort van religie van maken. En ik merk dat dat mij in ieder geval te ver gaat. Kijk, er zijn mensen die nog weer op een andere manier dingen onderzoeken dan dat ik het doe. En die verklaren dingen en die hebben daar een hele duidelijke lijn in. En daar heb ik ook heel veel aan. Hè. Daar kijk ik naar en dat geeft mij weer voeding, zeg maar, waardoor ik mijn beeld weer kan aanpassen en waardoor ik een beetje probeer te begrijpen wat er om me heen gebeurt. Ik zeg al, het wordt een beetje hogere wiskunde, soms wordt er bijna een religie van gemaakt. Hè, dat je bijvoorbeeld echt in de denktrend van iemand mee moet, of als je dan een beetje anders over denkt, dat ik me dan bijna aangesproken voel. Of dat mensen zeggen, ja, nee, maar dit is echt niet de bedoeling. Of en ik merk ook aan de reacties naar mij toe dat er dat mensen echt gaan zeggen van heb je dit al gezien en wat vind je hiervan? En ik vind het heel fijn als mensen dingen delen, hè. Op het moment dat ik dan bijvoorbeeld even met andere dingen bezig ben, hè, dat ik dan ook berichtjes krijg. Ik heb je gisteren dat en dat gestuurd en ik heb nog helemaal niks van je gehoord en het is voor mij heel belangrijk. En op dat moment denk ik dat je mijn rol overschat. Hè, want kijk, eigenlijk zeg ik kom af en toe langs met een leuk verhaal waar ook nog hopelijk inhoud in zit. Maar ik zie dat meer alsof ik informatie deel met vrienden. Als ik op een feest ben bijvoorbeeld, of als ik met die vrienden ergens afspreek of zo. En natuurlijk hebben wij geen, met de kijkers van dit kanaal, heb ik geen directe interactie. Maar goed, dat komt wel door bijvoorbeeld de berichten die mensen mij wel sturen. En daar probeer ik ook altijd wel op te antwoorden. Maar wat mij betreft blijft het vooral het uitwisselen van informatie. En soms vertel ik iets en dan hoor ik iemand anders iets vertellen. En dan denk ik, daar zit ook wel wat in. En dan stel ik mijn beeld bij. Hè, om even heel concreet een voorbeeld te geven. De situatie op La Palma met de vulkaan. Nou, volgens mij is daar op andere kanalen ook al genoeg van gezegd. Maar ik heb daar dan een idee over. Dat ventileer ik. En dan heeft iemand anders daar een ander idee over. Waarvan ik denk van, dat zou ook wel eens kunnen. He, van heel veel mensen zeiden in de eerste instantie ja. En al die aardbevingen. En zo talrijk. En zo bijna geometrisch, zeg maar, verdeeld over een bepaald gebied. En dat kan niet natuurlijk zijn. En, nou ja,
die zeggen van, dat is een actie van het duister. Dan komt er iemand anders van, nou, het zou ook eens een actie van het licht kunnen zijn. En dan, ja, ik laat het op me inwerken. En dan denk ik van, oké, wat voel ik erbij? En dan denk ik, ja, dat zou eigenlijk een hele mooie uitleg kunnen zijn, zeg maar. Hè? Maar ja, ik denk dan vervolgens wel, ik zie dan hè, in de groepen, zie ik hele discussies ontstaan van, en wel is en niet is. En dan denk ik van, ja, laten we nou niet ons gelijk proberen te halen. En nogmaals, wat ik doe, en meer is het niet, minder ook niet overigens, hè, dus ik ga het niet onderuit halen. Maar ik kom af en toe langs met een leuk filmpje waarin ik vertel wat ik gezien heb, wat me opgevallen is, wat ik daarover denk. En dat is het. En dat is ook wel de reden om dat ook maar meteen even aan te geven als ik dan toch zo bezig ben. Dat is ook de reden waarom ik mijn kanaal gesloten hou. Omdat ik het niet nodig vind dat er allerlei nieuwslinken worden gedeeld. Er zijn zoveel kanalen waar dat nieuws gedeeld wordt. Ja, als je er al niet zelf naar op zoek gaat, dan wordt het je op een presenteerblaadje wordt het je aangeboden. En dan denk ik, ja, waarom zou ik het zoveelste kanaal moeten zijn waarin dat ook nog weer eens gedeeld wordt en waarin er ook discussies met elkaar ontstaan. He, ik denk dat er echt genoeg plekken zijn. Dus ja, nogmaals, zie mij niet meer dan iemand die af en toe een filmpje maakt en waarbij ik mijn bevindingen en mijn ideeën ventileer. En hopelijk heb je er wat aan. En nou, misschien reageer je erop en dan heb ik weer iets aan jouw reactie. En als het alleen blijft bij het bekijken van het filmpje, is dat natuurlijk ook goed. Nou, dus dat wou ik maar even zeggen. Het was ook echt zo dat ik de afgelopen dagen heb ik ook echt even een beetje in de consumentenmodus gezeten, letterlijk. He, leuke feestjes gehad, gebarbecued met vrienden, filmpjes gekeken, niet op gereageerd, maar gewoon even lekker gekeken om me in laten werken. En ja, ik moet zeggen, dat is heerlijk. En ja, nogmaals, ik vind het ook heel leuk om deze filmpjes te maken en dan te vertellen he, wat ik te vertellen heb. Maar goed, als er wat dat betreft weinig echt nieuws is, ja, dan heb ik eigenlijk gewoon weinig te vertellen. Het is nog niet eens dat ik het niet wil. Maar dan denk ik van, nou, dat is het dan. Nou, dus eigenlijk even een heel korte boodschap met wat het tot zover is. Kijk, we weten met z'n allen natuurlijk dat er iets aan de hand is op de wereld. Dat mag wel zo duidelijk zijn, zeg maar. We weten met z'n allen dat er iets aan de hand is op de wereld. Door alle informatie die we met elkaar delen, zeg maar, nou, weten we ook dat er aan de hand daarvan dat er ook heel veel gebeurt. Hè? En ja, ik hou nog steeds het rotsvaste vertrouwen dat uiteindelijk dat de situatie zo verandert dat het ten gunste komt van vrijheid. Hè? In plaats van dat het ten gunste komt van controle en van het inperken van de vrijheid. Dus ik geloof er nog steeds heel erg in, om allerlei redenen, hè, door wat ik zie, maar ook als een soort van natuurwet, hè, dat ik denk, ja, het licht wint altijd en ik weet dat we dat allemaal zeggen. Maar goed, dat is mijn stellige overtuiging. Het licht wint het uiteindelijk altijd. En ja, je zou kunnen zeggen, al decennia lang en misschien al eeuwenlang heeft het donker, ja, niet gewonnen, maar is aan zet geweest, zeg maar. En ik denk dat we nu op een moment zitten dat wel eens omgedraaid zou kunnen worden. Maar kijk, wanneer dat gaat gebeuren, ja, dat weten we natuurlijk niet. Ik heb wel hier en daar heb ik data genoemd en heb ik evenementen benoemd. Dus ik, nou, het zou mij niet verbazen als, hè, maar ja, wat ik al zei, verbind daar niet meer waarde aan als puur van, oh, aard denkt dat dit evenement of die datum wel eens belangrijk zou kunnen zijn. Maar ja, ik denk dat het irreëel is om daar dan iets aan te koppelen van dat is de waarheid en dan gebeurt het ook. Ja, dat pretendeer ik niet. Ik wil wel mijn ideeën blijven uiten van wat ik denk dat er met een bepaald evenement gebeurt. Of wat ik denk hè, dat er op een bepaalde datum gebeurt. Maar ja, nogmaals, ik hoop dat iedereen snapt dat je dat natuurlijk nooit als waarheid kan zien. Ik ben geen profeet. Ik ben geen waarzegger. Hè? En ja, soms zeggen mensen, ja, hoeveel volgers heb je al? Maar dat heb ik al vaak gezegd. Ik ben Jezus. Nee, ik ben gewoon aard die af en toe een filmpje maakt. En
Nou ja, waar mensen blijken wat aan hebben, want dat ga ik ook niet ontkennen, want ik krijg heel veel reacties van mensen die graag kijken en die dan ook weer op de hoogte zijn. Ja, en ik ben toch ook wel iemand die het relativeert. He, soms kan ik me natuurlijk zorgen maken om dingen. Ja, dat is logisch. Dat heeft ook vooral met mijn eigen leven te maken. Ik woon toevallig heel dicht bij die vulkaan. En als daar wat gebeurt, ja, dan denk ik, maar dat is allemaal... Ik weet het niet eens zeker, maar dan denk ik dat we daar hier wel iets van te maken van zullen merken. Nou, dat is de reden dat dat dan voor mij een item is en dat ik dat vertel. Maar ja, ik weet net zo goed als niemand, ga ik even vanuit, wat er nou daadwerkelijk met die vulkaan gaat gebeuren. Of wat er eigenlijk met het eiland gaat gebeuren en wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Ja, ik denk erover na. En overigens, het is ook niet om mensen angst aan te praten. Want dat zag ik ook voorbij komen. Ja, nou schieten we met z'n allen op basis van één filmpje, schieten we dan in de angst? Nou, het is helemaal niet om in de angst te schieten. Maar het is ook niet om je kop in het zand te steken. Kijk, ik hou alle opties open. Hè, om dat, nou, even bij dit voorbeeld te blijven. Wat mij betreft... kan het een actie zijn van het duister, maar inderdaad met de uitleg die ik gehoord heb, denk ik, ja, het zou ook heel goed een actie kunnen zijn van het licht. Ja, ik denk hoe ver we ook graven, dat we er niet achter gaan komen wat daarin nou de waarheid is. We zullen op een gegeven moment met de waarheid geconfronteerd gaan worden. Nou, daar mag je op voorbereiden, alleen het heeft geen zin om in de angst te schieten. En ja, ik hoop dat ik dat ook steeds wel heb meegegeven, want... ja, kijk, het enige wat we hebben, dat is nu, en dat heb ik al zo vaak gezegd, ik zit hier nu een filmpje voor jullie te maken. En ik heb het naar mijn zin en ik heb een lekkere ontspannen dag gehad. Ik had vanmorgen, had ik wel veel regelwerk eventjes, privé en professioneel had ik wat regelwerk. Nou, dat moet dan gewoon eventjes gebeuren. En dan ben ik blij dat ik daar de tijd voor heb en dat ik dat rustig kan doen. He, maar ja, nu is dat achter de rug en zit ik hier een video te maken. En ik kan me zorgen maken over van alles en nog wat. Maar ja, schiet niet in de angst. Want op dit moment is het ook nergens voor nodig. Dat is, nou ja, ik zit me nu te bedenken, misschien moet ik een keer een apart filmpje maken over het omgaan met angst. En wat is angst nou precies? Ik bedoel, ik heb het daar natuurlijk in mijn werk, heb ik het er vaak over met mensen. En omdat mensen allerlei angsten, allerlei fobieën kunnen hebben. En nou ja, daar help ik mensen wel bij. Dus misschien moet ik daar een keer een aparte video over maken. Al pratend kom ik op ideeën. Maar ja, voor nu denk ik dat het goed is om te zeggen, ja, ik leef zoveel mogelijk in het nu. En op dit moment is er niks aan de hand. Het water, dat stormt niet van alle kanten om af, bij wijze van spreken. Stormen geen mensen binnen in mijn huis die mij alles willen opdringen. Nee, ik heb eigenlijk dus, dat wou ik gaan zeggen, een hele fijne, relaxte dag. En ik denk ook dat het belangrijk is, hè, dat... het lijkt wel alsof we met z'n allen alleen maar toewerken naar een moment waarop er iets gebeurt en waarvan we afzeggen, toen veranderde de wereld. Hè, maar dat is zo ik zou bijna zeggen een irrationeel of in ieder geval een fictief moment. Want het weet wel niet. Het moment is nu nog niet en het moment komt mogelijk in de toekomst. Hè, dat moment ligt in ieder geval ook nog niet achter ons. Dus... ja, het heeft zo weinig zin om ons alleen maar te focussen en alleen maar bezig te houden. En alsof dat het allerbelangrijkste is, het moment wat er aankomt en het moment wat de wereld heeft veranderd. Ja, dat zien we echt op dat moment. En natuurlijk, hè, we kijken niet voor niks naar het nieuws om ons te informeren en ons ook te kunnen voorbereiden. Hè. Want nou ja, wat dat betreft ben ik natuurlijk voor mezelf bezig ook om me voor te bereiden op allerlei manieren, zeg maar. Dus dat is de reden ook dat ik het nieuws volg en dat ik een beetje wil begrijpen wat gebeurt. En dat ik ook toch een beetje richting aan kan geven. En vandaar ook dat ik af en toe uitspraken doe van nou ik verwacht dit of ik verwacht dat. Maar ja, als puntje bij paaltje komt, focus je niet alleen maar op het punt. Want ja, eigenlijk zitten we daar al anderhalf jaar en sommige mensen al 20 jaar op te wachten. En het is nog niet. Dus vergeet ook vooral niet om nu te leven en nu ook te lachen. Koek, koek, bijvoorbeeld. Ja, het is een beetje flauw, dat realiseer ik me wel, maar ik hoop ook dat we met z'n allen ook een beetje de lol erin houden. He, want natuurlijk is het een moeilijke tijd voor mensen, maar als ik heel eerlijk ben, we maken het ook moeilijk. He, omdat we verwachten iets wat er nog niet is.
Dus het heeft heel veel met verwachtingsmanagement te maken. Als ik heel eerlijk ben, ik doe ook elke ochtend mijn ogen open om te kijken, bijvoorbeeld, hè, van hoor ik andere dingen? Doen de buren nog hun gewone dingen? Of ja, is er nu echt iets aan de hand? Ja, van de week, ik kan dan vanuit mijn huis kan ik de zee zien en keek naar de zee. En toen was er iets raars op de zee. Er was een hele... het was honderden meters, was het zo glad als een spiegel. En daarachter zag je een hele woeste zee met schuimkoppen, zeg maar. Hè. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan ook denk van, het is begonnen, het is begonnen. En een soort van opgewondenheid en een soort van, ja, het begint, ik zie het voor mijn ogen. Nou ja, dat iemand naast me gewoon zegt, doe niet zo gek. En zo is die zee wel vaker. Kijk, die relativering moeten we er natuurlijk inhouden, want ja, op dat moment... heb ik gewoon weer tijd om gewoon leuk een spelletje te gaan doen, bijvoorbeeld. Hè? Want daar gaat het toch uiteindelijk om, dat we in het hier en nu blijven leven. En ik hoop dat we in het hier en nu elkaar ook nog af en toe aan het lachen kunnen maken. En ja, nogmaals, bezorgdheid. Nou, ik wou zeggen, bezorgdheid is niet nodig. Nou, ik denk dat je wel bezorgd mag zijn. Maar angst is zeker niet nodig. Omdat het volgens mij... niet zo ver komt, omdat het dan altijd anders zou zijn dan waar je op voorbereid hebt. Hè, maar omdat we gewoon vertrouwen kunnen hebben, dat is echt een heel stevig fundament, bij mij in ieder geval, dat ik denk van oké, maar het vertrouwen, hè, van het komt goed, alleen we weten niet wanneer. Dus ik hoop dat jullie gewoon in het hier en nu in ieder geval ook blijven relativeren. Volg het nieuws op een manier die voor jou ook leuk is om te volgen. Doe daarmee wat je daar zelf mee wil. En heb het vooral in het hier en nu heel erg leuk. En als je nou maar elk moment in het hier en nu heel erg leuk maakt, ja, dan gaan we eigenlijk lachend op het moment af wat er gewoon aan zit te komen. Maar ja, misschien kunnen we nog heel lang lachend dat moment tegemoet treden. Ja, of misschien zeg ik nadat ik jullie goede dag heb gewenst. En denk ik van, nou, dit is het moment. We weten het niet. Nou, ik ga je heel erg bedanken voor het kijken nu. En heel graag tot gewoon een volgende keer bij Wakker Worden met Aard.